Yo, mensen, ik ben Rob van DBNL met een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met een nieuwe reageren video. We gaan reageren op voetbalmomenten. En als ze niet gefilmd waren, had niemand het geloofd. Zou ze letterlijk de video die ik aan het kijken ben, maar dan vertaald in het Nederlands. Ik weet dat ik de laatste tijd veel reageren video's doe en dat sommige mensen daar niet mee eens zijn. Die denken van Koen, luister, ik vind deze video's ook leuk, maar je normale video's zijn nog veel leuker. FIFA 20 mensen is bijna uit en dan gaan we weer vol gas knallen. Jawel! Sowieso komen er echt toffe dingen aan, met name met bankzitters. Dus ja, oude bankzitters zeker in de gaten. Ja, oud alsjeblieft in de gaten. Dus afgelopen vrijdag zijn geen video geweest. Daar hebben we een goede reden voor. Hou bankjes in de gaten. En weet je wat je ook in de gaten moet houden? Of je al geabonneerd bent op mijn kanaal, kan hier beneden. Abonneer. Druk op het abonneerknop, dat zou ik echt tof vinden. We gaan langzaam maar zeker naar 300k. We moeten nog wel flink wat, namelijk nog 43.000. En normaal gesproken, ja, ik groei nu voor mij met 6.000 per maand. Dus het duurt eigenlijk nog 4 maanden. Maar als we het in 3 maanden zouden kunnen doen, zou het nice zijn. Moet ik 8.000 abonnees per maand groeien. Dus we moeten er wel flink wat bij. Dus abonneer alsjeblieft. Druk op dat belletje, join hashtag team belletje. En like deze video. Bij de 5.000 likes, dan geef ik deze ladder weg. Top, zeg. In ieder geval, we gaan kijken dus naar de momenten. En als ze niet gefilmd waren, had niemand ze geloofd. Ik ben benieuwd of het ook echt zo is. Ik weet het namelijk niet. Wat hebben we hier? We zien hier Sarri, de coach van Chelsea. Dit is met de keeper. Ja, dit is wel een bizar moment. Klopt dat dit een bizar moment is. Wat hier gebeurde, ik denk dat we dit allemaal wel weten, was de keeper Kepa van Chelsea. En die moest eruit, die moest gewisseld worden. Omdat er een penalty serie aankwam. En toen dacht de coach van, ik ga hem wisselen, want Willy Caballero is beter. En zei die Kepa zei gewoon van, nee, fuck off, ik ga niet wisselen. Die zei het gewoon, echt bizar. Hij kreeg ook zie je kortsluiting die coach. Maar dit is een ander moment. Wat ik ook al begrijp, want ik zou als coach ook helemaal lijf worden als je speler er niet uitgaat. Dat zou ik helemaal gek worden. We hebben hier Ederson die de bal aanneemt met zijn borst. En dan nog een keer tegenhoudt. Nou, is dat niet gefilmd? Had ik het echt niet geloofd. We hebben hier een diepe bal. Op Alcacer. En die schiet de bal. Waarom wordt dat weggeknipt? Ging die bal erin of ging hij naast? Wat gebeurde er? We hebben hier Vicinius Junior. Zo! Nou, als niemand dat gefilmd had, ik dat dus echt niet geloofd. Dit moment is mooi. Dit is echt goed. Hij wordt gewoon gedouwd door Koulibaly. Dit is ook mooi. Met z'n allen in een. Is het? Zou het zijn een Citroën of zo? Citroën C5 of zo? Nou, het is geen C5. Ik heb geen idee wat voor auto het is. Wat is dit nou? Hé? De land van een parachutist. Tijdens de wedstrijd. Ik heb het heel nooit gezien. Keepertje. Zo zielig. Wat is hij nou? Wat is dit voor meme? Die is goed deze. Bam! Vol in je gezicht. Wat lekker zeg. Batshuayi. Lekker zeg. Heerlijk. Fantastisch moment. Geniet ik van. Trouwens mensen, als jij een moment hebt waarvan je denkt. Nou, dit zou ik echt. Als dit niet gefilmd had, had ik het echt niet geloofd. Laat het zeker achter in de comments. Ik ben benieuwd naar jullie suggesties. Wie zijn nou aan het hoog houden? Is dat Piqué? Is dat Piqué? Gewoon Piqué. Waarom is hij aan het hoog houden? Sla het op. Wat is dit voor tovenarij? Hè? Als niemand er gefilmd had ik het niet. Oh, de bal is lek. Zo. Wat de heck? Een of andere zieke beschieting bij het trainingsveld. Of een bom of zo die ontploft. En we hebben Hazard. Die de ballen jongen trapt. Die hebben we laatst ook al gezien. Echt goed dit. Hoppa, klein trappen. Je moet gewoon kunnen. Tok. Oh ja, hier. Dit zat ook laatst in Matties video. Toen we met Mattie een quiz gingen doen. Die scheidsrechter trapt gewoon die speler na. De scheidsrechter trapt de speler na. Dit is bizar. En die speler krijgt ook zijn tweede geel. Die scheidt trap gewoon die speler. Het is echt te bizar voor woorden, jongen. Echt. Dat die speler rustig bleef, is, vind ik echt zo knap. Echt ongekend. Oh, hij kopt hem over zijn eigen keeper heen. Oh, hij houdt hem tegen. Gaat hij hem erin schieten? Langs de keeper. Laf. Nee, meen je niet. Oh mijn god. Marcelo. Oh, de wereldgoal. Met Bale. Wauw, bizar doelpunt dit. Niet normaal doelpunt. Ongekend doelpunt. Echt, dat doelpunt. Een van de ziekste Champions League goals die ik ooit gezien heb. Sowieso een van de ziekste goals die ik ooit gezien heb. Echt niet normaal. Wat ik trouwens bizar vind met die Bill. Die Bill is hier. Ik vind ja, Bill is altijd wel goed gevonden, maar hij is echt veel geblesseerd geweest. Maar aan het begin van dit seizoen zei Zidane helemaal van Bill, ga weg. Je bent hier niet welkom. Ik hoop dat je nog kaler wordt dat je al bent. Even kaal als ik. Dat zei hij eigenlijk tegen Bill. En nu speelt Bill gewoon basis, omdat er een paar spelers geblesseerd zijn. En ik denk van ja, stel dan ook niet op als je hem weg wil hebben, toch? Trouwens, Bill, als je naar Feyenoord wil komen, laat even weten. Dan regelen we het. Dat is helemaal geen enkel probleem. Wat is dat? Een papieren vliegtuigje? Of een vogel? Of een drone? Huh? Een vliegende auto? Ik heb geen idee wat dat was. Dus gaat er vast in één keer in deze bal. Lekker gefilmd dit. Hij staat gewoon over omheen. Hoe kan dat nou? Waar gaat die bal heen? Ho? Hij vangt gewoon zijn eigen bal. Dat mag natuurlijk niet. Lol. Oh, deze bal waait ook lekker terug. What the fuck? Die wint. Oh, wat de heck? Die gaat er gewoon in. Dat is wel bizar. Die wint. Dat is heel bizar. Wat doet hij nou? Wat pakt hij nou?
Een papiertje of zo. Hè? Hij scoort er nou ook. Ik begrijp er helemaal niks van. Oh, MLP die gaat sprinten. Dit is wel ziek hoor. Dit is wel vrij ziek. Wordt hij keihard neergehaald. Hiervoor had hij kop de bal terug, maar dit mag dus niet. Dit is spelbederf. Die mag dus niet oppakken, die bal. Ik vind het mooi. Dit vind ik wel mooi, hè. Dit doet mij dus goed. Kijk, op het moment dat je hier kijkt, Verratti doet dit. En je ziet die scheidsrechter ook meteen doen van pak hem niet, pak hem niet, pak hem niet. Mag niet, mag niet, mag niet. Maar hij pakt hem alsnog. En daardoor krijgt Verratti geel wegens spelbederf is dit. Kijk, zie je hem hier? Zie je scheids rennen met zijn vinger? Nee, zegt hij. Hij pakt hem alsnog en dan krijgt Verratti dus geel. Maar dat mag dus blijkbaar niet. Dat is ook mooi. Lacazette. Ik vraag me af wat je denkt. Alsof dat mag. De bal uit de handen van de keeper koppen. Oh mijn god. Dat is een steward. Hij paast de bal op een steward. Haha, krijg je hem van die fluoriserende kleding. Haha, fucking mooi. Echt mooi. Dat is goed zeg. Oh, keepertje. Keepertje, nee. Keepertje, nee. Keepertje. Hoe neem je die bal ook aan, jongen? Oh mijn god, keepertje. Nou, er is allemaal geld op de... Allemaal nepgeld. Donnarumma gewoon, omdat hij natuurlijk een tijdje wegging. Was de ding. En toen zei ze van, het is allemaal voor het geld. Uiteindelijk bleef hij gewoon. Oh, die bal is lek. Je ziet hem ook flonken. Oh, helemaal kapot. Helemaal gescheurd ook. Oh, lekker stokje bier. Niks mis mee. Jongens, als dit niet gefilmd was, dat Özil gewisseld werd, dan had je het niet geloofd. Dit is goed, zeg dat hij erachter gaat liggen. Ik vind dit zo nice. Daar gaat hij wel ook over. Ik vind het echt bizar nice. Ik vind het echt top. Dat was Brozovic volgens mij. Echt top gedaan. Uitstekend. Love it. Die wint. Dat doel was gewoon weg. Ik zit trouwens laatst te kijken hoe duur het was om zo'n doel te kopen. Want ik dacht, ik wil zo'n doel hebben. Dat is dus gewoon niet normaal. Dat is gewoon echt... 1000 euro of 1200 euro voor een stukje metaal met een net erin. Wat de heck. Daniel Alves lekker keeper, jongen. Goed, man. Kleine speler op het veld, lekker laten keepen. Nog een speler op goal. Uitstekende redding. Zieke redding, zeg. Hij doet er hem aan. Wat een onzin. Even de ene van het veld afhalen. Prima gedaan, niks mis mee. Goeie penalty met zijn linkse schoten. Dat is wel bekend, deze penalty. Oh jongen, ik kan je zo niet tegen van mensen die vuurwerk op het veld gooien. Ik haat dat zo. Ik krijg daar echt, ik vind dat zo kut. Maar dit staat weer helemaal nergens op. Waarom zijn er ineens 400 man politie op het veld? Waar gaat dit over? Waar is het überhaupt? Bij Hamburg. Er zit een hond op het veld. Dit is helemaal goed. Ik mis deze helemaal. Hier doen ze eerst water over me heen. En daarna komt hij met de VAR-spray. Met de VAR-spray van de lijnen. Echt goed, hè. Dit is goed. Hij had de bal zo aangeraakt. En dan mag je hem dus al nemen. Gaat hij er ook in? Dat zou helemaal mooi zijn. Nee. Uiteindelijk wel. Lekker zeg. Keepertje, wat ga je doen? Oh, als je tegen me aan. Ja. Een hond? Een hond? Die bal gaat zeker weer terug. Die bal gaat zeker... Kijk, die bomen ook. Hij slaat nergens op. Dat is geen voetbal. Hey, rent daar iemand. Zag je dat? Okay, nu loopt hij. Maar net zag je hem rennen. Hier moet je zien. Bovenin het scherm. Wat de heck? Waarom rent hij? Wat doet hij? Oh, schot de lat. Stort de lat in. Dat was zeker geen doel van 1000 euro, denk ik. Als die bal... Oh, daar. Oh, had een wissel op de bal van de lijn. Zieke kortsluiting. Hij wordt gewoon zwaar aangevallen door iedereen. Hij vlucht naar binnen. Hey, de fan die scoort. Dat heb ik ook al gezien laatst. Hij gaat ook weg gewoon. Dat is een beetje schot van Mark dit, die eerste. De scheids. Oh, scheids zie. Lekker zeg. Helemaal niks mis mee. Weer een hond met een bal. Dat was de video mensen. We eindigden met een hond die de bal in zijn bek had. Een hond met de bal in zijn bek. Jawel. In ieder geval mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je hem leuk? Vergeet zeker niet te liken. En abonneer op mijn kanaal. 24 komt eraan. Ik kan niet wachten. En ik zie jullie later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt er dubbel in. Kort BTC, niet voor later een verdubbel in. Zijn koersen laag, ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in.